Hey boys and girls, welcome to another episode of... Jemmig, wat was dat? What the fuck was this? What the fuck? Maar welkom bij Pascal Liber. We zijn vandaag weer op een... Bedwijzer. Bed weten, jongen. we zijn hier weer op een stukje. We gaan hier achter... Kijk man, hij werkt nog wel tegenovergesteld. Bij mij werkt het wel. Ja, wees jij maar, maar ik weet niet meer wat nou links of rechts is. Ja, we gaan die kant op in ieder geval en we hopen dat er wat leuks ligt. Schijnt dat hier de Vikingen hebben rondgespeurd. Dus we hopen een beetje op een frontje richting die tijd. Dikke bronzen bijl of zo. Of een Viking met helm. Dan ook, ja. Maar goed, we zullen wel zien. Dus tot bij het eerste gaatje en dan blijf kijken. Boys and girls, Pascal Liber in the house. Zo, eerste vondje. Ik heb hem al uit het gat. Ik was een beetje onzeker of het wat mooi zou zijn, maar ik heb in ieder geval een oormerkje gevonden. Oormerkje van een varken, denk ik. Super dik signaal. Kijk dan. Die is gewoon nog heel fucking dik. Kijk. Nee, dat gaat in mijn kop gekant hoor, want ik voelde mijn bilnaad uitsteken. Oh, donder. Het is daar geen zilver, maar hij is fucking heel joh. Ja, dat is mijn eerste die zo mooi is. Ik heb er nu 3 of zo, 4. Je moet gewoon die blubber erin laten zitten, ja. Dan breek je hem zo weer door midden. Die is erg strak, jongen. Super vet, man. Kijk daar, joh. Ik zou die blubber erin laten zitten. Ja. Dat is knijp je fijn. Ja, heel, dik, jongen. Heel voorzichtig. Oh, vet, jongen. Zo, ik heb weer wat gegraven. Je ziet de bult al liggen. Het lijkt heel groot. Maar het is niet zo groot. Ik heb hier is een signaal. Ik had hem hieronder ergens. Kijk. Oh, ik hoor al wat. Ja. Muntje? Nee. Is het een muntje? Nee, het is geen muntje. Het is wel een shotgun shell. Zoals Pascal zegt, een jachtpatroon. Oké, zet nog wat op. 12 als het goed is. Ja, hier aan de rechterkant 12. En zet nog wat op. Nou ja, vet. Zo. Kijk, dat hier een signaaltje. Oh. Groot stukje, ik weet niet wat het precies is, maar... Zit schroef dat in, er zou eens een keer een ontsteker of zo kunnen wezen, iets. Ik vond ook wel een stukje van een bom zelf, dus je weet het nooit. Oh, ik heb hier een mooi sjaaltje, stakker 94. Kijk, ik ben hier gewoon aan het oppervlak, merk ik. Oh, hij zit daar net onder. Ik ben zo bij jullie terug. Zo, weer een stukje wat ergens vanaf komt met schroefdraad. Ja. Ik ben een beetje op het vorige, dus we gaan verder. Mooi signaal voor mijn schep. Rond de 40 op de D is. Wat zeg je, jongen? 40. 40. Zo gaan kijken. Op het dij. Oh, hij zit hier al in. Oh, wat is het? Een stuk folie. Het is voor mij een stuk folie, jongens. Kijken of ik hem kan bouwen. Ja hoor. Ja hoor. Zo, mooi gaatje. Je weet van Jim is er ook weer bij. Nee, kijk, ik heb hem rond de 50. Is dat hier ergens in? We gaan even kijken. Oh, het hard af. Ik heb wel geluk met dat folie, of niet? Man, man, man. Alweer een stuk. Ja, deze vinden we natuurlijk ook weer geregeld. Focus. Achterkant van de jachtpatroon.
Maar op zich vrij diep. Pinpoint de diepte ongeveer. Dus mooi duidelijk signaal. Ja, gaan we verder. Kijk dan jongens, hoe mooi. Zonnetje schijnt. En we zijn mooi aan het zoeken hier. Ik heb een signaaltje. Samen kijken. En dan ga je. Oh, ik zag al wat verschijnen. Nee. Waar is hij? Ik zag wat groots. Oh, hier. Hier. Donder. Ik denk een stuk van een. Scherf van de bom of zo, mortier, geen idee. Ik denk iets uit de oorlog. Hier zit nog randjes op in ieder geval. Ja, of een verbindingstuk van een pijp, dat zal ook wel kunnen. Randy en ik die hebben allebei een beetje hetzelfde signaal. Nou ja. Ik heb hier een blikachtig iets. Ja, een blikje denk ik gewoon. Platgestampt. Ja, we zullen in wachten wat Randy heeft. En Randy heeft precies hetzelfde. Ik weet niet wat dit is, maar dit trek ik nu net een gaatje. Ik denk dat het wel wat ouder is. Ik denk iets van een zegel van een worst of zo misschien. Ah, leuke vondst. $2.39. Hier weer een jachtpatroon. Ik kwam wel heel lekker binnen deze. Ik heb iets geraakt daar. Ja, maar jouw deze gaat bij mij toch in de prullenbak. Zo, eindelijk hebben we een keer een duidelijke. Dat is een jachtpatroon. Maar nu kunnen we wel zien wat erop staat. Even kijken, waar is hij? Kijk, Made in Holland. En dan een toetertje, jacht. Ik denk dat het voor de jachtclub is of wat dan ook. Maar ja, wel leuk. Zo, ik had hier weer een strakke 95. Weer een stuk van een geleideband van een geschutsonaat. Heel veel stukken al gewonnen. Tenminste, wij nemen aan dat dit van een geleideband is van een geschutsonaat. Ja, ik trek dit naar de grond. Ik weet niet wat het is, maar. Als jullie het weten, laat het even weten in de beschrijving. Ik dan, donder zijn musketbal. Helemaal plat hier. In ieder geval wat geraakt. Boah, kill toch. Oh, diegene die in zijn kop en kreeg, die had wel kop in, denk ik. Een tubetje. Ik weet niet wat het was, maar een tubetje. Zei je? Nou jongens, we zijn over even ergens anders. Want het werd een beetje saai, denk ik. Want Bloem had weer niks gevonden. Pascal wel, dikke vingerhoed. Ja, en ik heb mijn headset kapot getrokken. Dus. Ook nog, ja. Dus hij heeft geen geluid uit het headset. Dus we worden alles op de rotting nu. Maar goed, we zijn hier nu en we gaan hier nog even een uurtje zoeken. Dus ik hoop op nog wat leuke vondjes voor jullie. Kijk waar ze zon. Ja. Nou ja, tot bij het eerste vondje. Hij heeft het direct al een hulsje. Dikke hulsje, jongen. Zonde. Goed bezig, jongen. Dat is de eerste. 20 mm. God, wat negen. Echt letterlijk, daar was het muntje. En hier, hele kleine gespje. Super ziek. En ook nog steeds het eurogeld trekken we hier uit de grond. Gaat lekker, het is beter dan het vorige landje. Vinden we tenminste wat. Ik heb ook wat, Pascal van Gespie zei hij, en twee muntjes geloof ik. Nou, ik heb nu mijn eerste loodje, dus dit landje is sowieso beter. Ik hoorde Pascal net ook al zeggen, maar toen straks was het een beetje op de gok. En hopen dat wij wat hadden. Maar niks uit de vikingtijd kunnen vinden. We zijn hier nog wel, dus hopelijk op nog wat mooie vondjes. Kijk, we hebben alleen wat schoongemaakt. Mooi oud flesje. Bokma, Leeuwarden. Heb je nog wel bij of niet? Ja. Nee. Zo, van het drankwezen en zo. P. Bokma. Kijk. Ja, een mooi sterretje onderop. Maar er zit ook nog zelfs nog kurk in. Oh, dat is gewoon zand. Kan ook. Maar het is toch weer een mooie iPhone. Distillerij. Zie je? Een distillerij. Ja, drank. Begonnen in 1894 door molenaarszoon Freerk Klaassenzoon Bokma. Oké, nou mooi. Doei. Oké, dus Pascal vraagt even of ik live zijn dik wil filmen. Nou, jongen, hier jouw live dik. Kom maar. Nou, wat zei je op de... Oh, Lux. Ah, hij is net weg. 77.
Mag geluiden, joh. Nou, wat hebben we? Oh, laat eens zien. Ja hoor. Ja hoor, hij wordt ook kleiner. Nog kleiner. Scherfie. Een boomscherf? Hij tinkt een boomscherf. Kaboom? Kaboom. Kabim! Op jouw neus. Ha! En kijk, op de deus. Eus. De D is, jongen. Eus. Kijk, ik heb net een loodje uit de grond getrokken. Mooi. Hoe zei je dat? Kosher loodje? Nou ja, ik dacht kosher loodje. Ik had een kosher loodje. Maar dit is een ander kruis. Ook wel een joods loodje. Maar... Zet wel wat op, ik had nog niet lezen. Groppen? Grapperausje. Moet je met een jodensterretje. Leuk. Zo. Ja. Ik denk dat het dondersmotsignaal. Maar ja. Team Trekker, je vindt ze overal. Oh, ik weet niet wat het is. Ik ga hem schoonborstelen en ben ik weer hier terug. Zo, ik heb het even schoongemaakt, maar er zit een leeuwenkop op. Misschien is het een handvat van een pot of zo, denk ik. Ja, deze is super gaaf. Ik had hier nog een van de laatste signalen. Ik heb het al gezien, maar ik ben hem nog kwijt. Shit, ding de pinpoint, of ding de detector bijna. Ik weet niet meer waar ik hem nou neergedonderd heb. Doorrest. Kijk naar. Hé, waar is hij nou? Oh, daar is hij. Een zandje. Donders. Zo, trek net een lepel uit de grond. Kijk, mooi maandje eronder. Nou, een stukje lepel in ieder geval. Moet je nog een lepel hebben? Nee, ik heb even geen. Oké. Okay. Moet je nog een treklepel hebben? Nee, ik heb al wat gedronken. Zo, hij zit hierin. Oh, ik zie ook al wat glimmen trouwens. Zullen we rommel zijn natuurlijk. Nou, ik dacht we pakken samen uit, maar... Ik zie alweer dat meneer Bloemer voor weer de lipfinder is van vandaag. Voor 3 weken lang alweer. Jij dan? Wat heb jij voor moois, jongen? Waar ben de boer naar met? Ja hoor. Dikke loge. Ja hoor. Is een loge? Nee. Doppen maar. Niks. Jij zegt niets. Nee. Is goed. We hebben Hans hier. Hans gaat even voor ons loten. Dus dan is het super eerlijk. En dit gaat om de 10 euro shoptegoed bij Detector Anders. Dus grabbel er maar in uit. Of zit je er zelf ook bij? Nee joh. Ik weet niet wat Hans kan lezen, maar ik heb geschreven. Het is een vrouw geworden. Een vrouw, kijk. Volgens mij een Hermien. Hermien. Een Hermien Knobben. Hermien Knobben. Gefeliciteerd, Hermien. Hermien, gefeliciteerd. Doe ons even een berichtje via de Pascaliber Facebook. Facebook. En dan, dan komt de code jouw kant op. Hé hey, jongen. Hij heeft zijn pilletje niet gehad. Nee mensen. Ik ben eens kom naar de school maken, man. Gehaktbal. Gehaktbal. Broodje gehaktbal voor jou. Ja, we zijn weer bij de auto. We gaan bij Randy's Vondsten. Ja. Waar heb je hem? Precies, dat is hem. Ik heb weinig jongens. Ik heb de laatste 3 weken geen geluk. Ik heb in ieder geval een hulsje. Een jachtgeweer ding, zoals op die open schaal. Alleen bij mij staat er dus op Made in Holland. Jij hebt een Franse. Ja. En die van mij was zo leuk, want soms een toetertje op. Vroeger dan zo'n toetertje. Precies, ja. Dus ik denk van een of andere jachtvereniging, dus dat is wel vet. Cool om te vinden. En verder had ik net een loodje met een joodsterretje. Dus hier was iets meer te vinden. Moet hier ook nog maar weer een keertje terug gaan. En het andere landje waar we waren, waren helaas geen vikingvondsten die we dachten zouden te vinden, hopelijk. Ja. Maar ja, het is niet altijd feest. Pascal, over naar jou. Nou ja, hier op dit nieuwe landje vond ik net deze... Prachtige dikke kogel.
Mooi om af en toe een keer te vinden, zoiets. Dit weet ik nog steeds niet, René is eigenlijk al van het spatbord of zo. Ja. Dikke lepel. Deze heb ik net ook nog. Deze is van dit landje ook. Ik denk van een kan of zo. Skinkan. Fucking mooi leeuwtje erop. En dan topvondst van vandaag. Ja, ik heb nog wel wat vondsten. Dik vingerlootje, ik heb hem leeg gemaakt. Vingerlootje. Ja, vingerhoedje. Dat is mooi, hè? Ja. Fuck. Potato. En ik deze nog. Ik denk iets van vleesmeesters of zo. Prijs 2 gulden 39, net zei ik dollar. Maar ja. Dollar? Liek erop is net anders. We zijn in Nederland, vriend. Kijk dan, deze is ook fucking mooi. Alleen dat plaatje is een beetje los, maar die is kapot. Een donders klein gespie. En dan heb ik hier ook nog 5 cent, 1 cent, 20 cent. Deze heb ik ook nog op het vorige landje, dus ja. Voor min was het wel een mooi dagje. Hou niet bloem af. Ja, ik ben er moe van. Oude lul. Hey, ben ik 10 jaar ouder, hè? Ja, precies. Ik ben echt gewoon nog een jongen. Kunnen we zien, hè? Kunnen we zien. Ik ben nog een jonge god in de vorm van een boerder, maar ja, dat is. Ik zie je, ja, je lekker bezwerpig. Nou. Met dikke buik. Dus mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Hier komt Oes hoofd. Oh ja, Oes hoofd. Kijk, net zoals hier. Ja, gespierde man. En daar komt de vorige video. Heeft hij het niet bekeken? Ja, dat is jammer, dan moet je dat even gauw doen. En mensen, vergeet niet te abonneren, blauw duimpje en... Hoeft niet verplicht. Later, nee, niks verplicht. Later.